Welkom op het YouTube-kanaal van Stapel van Stenen. Als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte van allerlei nieuwe video's op het gebied van stenen, mineralen en geologie. Vandaag een video over borniet. Ook wel peacock ore of powererts genoemd. En in de praktijk is dat helaas in de meeste gevallen een behandelde chalcopyriet. Hoe dat precies zit, laat ik jullie zien in deze video. Even voor de duidelijkheid, dit is wat over het algemeen wordt aangeboden als borniet. Ook wel bontkoppererts, peacock ore, powererts, allerlei mooie benamingen. Heeft mooie felblauwe, paarse, groene, oranje, rode kleuren. Dat wordt veroorzaakt door oxidatie van het oppervlak. Dus eigenlijk door een soort roest. Helaas is dit in de meeste gevallen geen echte borniet, maar is dit behandelde chalcopyriet. Chalcopyriet wordt blootgesteld aan zuur of in zuur gedoopt of soms in een oplossing gekookt. Je kan het ook met bleekmiddel zelf al veroorzaken. En dit is dus behandelde chalcopyriet, wat als iets anders verkocht wordt. Borniet is zeldzamer, is ook kostbaarder en wordt niet in dit soort grote hoeveelheden gevonden. En ja, door die chalcopyriet, die wel veel voorradig is, op deze manier te behandelen, kunnen ze grote hoeveelheden voor veel geld, meer geld verkopen. Als je dit mooi vindt, is het natuurlijk prima om dit te kopen, maar weet wel even dat dit dus niet natuurlijk is door de mens behandeld is. Als dat er niet bij staat, is dat voor mij ook in de categorie belazeriet. Even het verschil tussen chalcopyriet en borniet. Borniet en chalcopyriet zijn allebei mineralen uit de sulfidengroep, dus verbindingen van met zwavel. In dit geval verbindingen van ijzer met zwavel, waar ook allebei koper in zit. De mineralen zijn ook heel erg aan elkaar verwant. Borniet is koper, ijzer met zwavel en dat is chalcopyriet dus ook. Er zit een klein verschilletje in de chemische samenstelling. Als je borniet tegenkomt in de natuur, dan zie je dat soms als van dit soort massieve brokjes wel. Vooral ook als kleine kristalletjes. Dit in het midden is natuurlijke borniet. Kleine blauwe kristalletjes. Als je een natuurlijke borniet doorslaat, dan zul je zien dat dat een beetje koperrood bruin is. En als je chalcopyriet doorslaat, een vers breukvlak hebt, dan is dat messinggeel. En dat kan ik hier wel laten zien, want ik heb net deze, wat ook behandeld is met zuur aan de buitenkant, die chalcopyriet doorgeslagen. En dan zie je hier een messinggele verse breukvlak. Soms is dat wat meer gelig nog. Een beetje zoals de buitenkant. Dat is de kleur die je aan de buitenkant van kristallen vaak ziet. Maar chalcopyriet heeft in de natuur ook al heel snel van dit soort wat we noemen aanloopkleuren. Paarsrood, blauwig enzovoort. Maar hieraan zie je dus meteen dat dit dus geen borniet is zoals het verkocht wordt. Maar chalcopyriet aan de kleur van het doorslaan. Je kan ook nog de streepkleur testen. Zal ik zo even laten zien. Ik heb hier ook een stukje chalcopyriet, wat aan de achterkant ook nog vers is. Hier zie je ook een beetje die messingkleur en wat gele verkleuring. En hier zie je ook al wel een beetje hier en daar wat oppervlakteverandering door die oxidatiekleuren een beetje blauwig. Dit is een stuk chalcopyriet met chalcopyrietkristallen. En eigenlijk als je duidelijke kristallen ziet, dan weet je eigenlijk al dat het chalcopyriet is. Borniet zullen we in de natuur eigenlijk bijna niet van dit soort grote kristallen zien. Dus als je kristallen vindt, deze gelige kleur, veel geler dan pyriet over het algemeen, dan is dat chalcopyriet. Een paar voorbeelden van chalcopyriet kristallen, waarbij je ook al de natuurlijke verkleuring kunt zien. Dit is chalcopyriet op barietkristallen van Dreislar in Duitsland. En hier zie je heel mooi ook van die mooie verkleuring op het kristaloppervlak. En dat is dus 100% natuurlijk. Dus dit is het natuurlijke effect van chalcopyriet wat gaat oxideren, gaat roesten. Ander voorbeeld die recentelijk veel op de markt is deze
pokerchips of spijkerkop calcite, hoe je het maar wil noemen. En er zit op het puntje zit daar ook goudkoolpyriet op. En die zie je hier ook een beetje blauwig en hier een beetje geel-oranje verkleurd. Dus ook dit is goudkoolpyriet op een ander mineraal, in dit geval calciet. Deze komt uit China. En dit is dus natuurlijke goudkoolpyriet die aanloopkleuren heeft. Dan even terug naar dit. Dit is dus wat verkocht wordt als pauwenerts, peacock ore, borniet, bontkoperts. Maar het is dus met zuur behandelde goudkoolpyriet. Nou, even om dat te laten zien met een streepkleur. Een streepkleur is iets, een testje wat je heel makkelijk zelf kan doen op een ongeglazuurd porseleinplaatje. Je kan daar ook bijvoorbeeld een stop uit je meterkast van gebruiken. En wat je dan eigenlijk doet is een vers breukvlak en daarmee zet je een kras op dit tegeltje. En wat je dan ziet is deze kleur, en dat is nu misschien lastig te zien, maar goudkoolpyriet heeft een groen-zwarte streepkleur. Nou, deze streepkleur lijkt nu vooral grijs-zwart. Hij is echt wel iets groenig. Dat was van dit doorgeslagen stukje. Daar heb ik het mee gedaan. Dit is dus die blauwige. Daar zal ik nu een streep mee zetten. Die heeft zelfs nog iets donkerder, maar dit is ook groen-zwart. En ik zal dat even doen met deze goudkoolpyriet, die overduidelijk goudkoolpyriet is. En ook die heeft eigenlijk dezelfde streepkleur. De streepkleur van borniet is grijs-zwart en van goudkoolpyriet is groen-zwart. Dit zul je echt even onder de loep of onder een microscoop moeten bekijken om te zien dat dit groen-zwart is in daglicht. Maar dit is echt meer groenig-zwart dan grijs-zwart. Van deze borniet kan ik helaas geen streepkleur laten zien, want dit zijn te kleine kristalletjes. En waar ik dan een streepkleur van krijg is het omringende gesteente. En dat heeft geen zin. Dus vandaar even op deze manier, maar in ieder geval aan te tonen dat die 100% zeker goudkoolpyriet dezelfde streepkleur heeft als wat verkocht wordt als borniet. En dat is allebei dus goudkoolpyriet te zien aan die streepkleur. Nou, waaraan zou je het dan wel kunnen herkennen? Het is dus vooral dat het nu dezelfde streepkleur heeft. Dus ik kan niet een andere streepkleur laten zien. Goudkoolpyriet heeft vooral kristallen. Komt ook massief voor dus in deze vorm. Maar dan is het dus bewerkt. Je zou het nog kunnen testen aan de hardheid. Borniet is hardheid 3. En goudkoolpyriet is hardheid 3,5-4. Maar dat is een subtiel verschil. Dus dat is lastig om dat goed te testen. Dat is het eigenlijk. Soortelijk gewicht is borniet nog iets zwaarder dan goudkoolpyriet. Maar dat is ook lastig te testen. Zeker in verschillende stukjes. Omdat borniet ook niet goed in grote brokken eigenlijk voorkomt. Dit even als uitleg over borniet versus goudkoolpyriet. Bedankt voor het kijken naar deze video over borniet en goudkoolpyriet. Als je het een leerzame video vond, like en deel de video dan en abonneer je op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe video's.